ik ben Gael Garcia Diaz en ik sta hier in de Pokerstars Lounge met Christophe de Mulder. Christophe, hey. Goedenavond. Heel kort, hoe loopt het voor jou momenteel aan tafel? Wel, momenteel dat was heel relaxed. De Waalse visjes hebben nog niet te gek gedaan. Ik heb geen zotten aan tafel of zo, geen te loose cannons. Iedereen blijft gewoon rustig binnen de lijntjes en ik profiteer er een beetje van. Ja. Ik heb nu 13.000 of zo. Ja, Everett zit nog altijd aan 10.000, dus dat is heel netjes. Dus dat is ja, ja, zeker. Ik heb wel gezien dat er een heel knappe dame aan jouw tafel... Ja, die kan net het laatste level bij mij zitten. Dat is Magia, ja. De vriendin van Kevin de Waal. Daar ben ik niet echt voor, hoor. Schoonvrouwen aan tafel. Nee, dat leidt me veel te hard af. Ik heb in Vegas ook veel te veel schoonvrouwen aan tafel gehad. En dat kost me veel te veel geld. En dan minder te drinken stomme en te lachen te en te praten. En vorige het witte heel de stek uit. En het geluk van de pokerspeler was samen met de grootte van de chipstack, dus dan voelde je ook niet erg goed. Ja, absoluut. Ongelooflijk. Dat doe ons best. Nu, even serieus. Je bent wel deel van het Team Pokerstars Pro. Dat is toch wel niet niks. Ja, is dat niet raar voor jou om deel te maken van dat team, waar ook bijvoorbeeld Daniel De Graan en zo in zit? Ik ben een heel nuchtere mens. Ik heb nooit echt opgekeken, we hebben ook een verleden met bekende Vlamingen. Ik heb nooit echt opgekeken naar bekende mensen. Ja. Ik ken Daniel ook en dat is gewoon echt een chill gast. Dat is een gewone gast zoals ik, zoals er hier 200 rondlopen, die een beetje met kaarten speelt en het toevallig heel goed kan. Over het algemeen, we hebben heel veel meetings gehad, dat zijn allemaal heel relaxte mensen. Pokerspelers zijn eigenlijk altijd heel relaxte gasten. Mm-hmm. En ik zeg het, als iedereen gewoon met zijn voetjes op de grond doet en niet te met zijn voetjes op de grond blijft en niet te onnozel doet, dan kunnen we gewoon met iedereen overeenkomen. Ja, absoluut. Heb je al plannen voor de toekomst, allee, qua toernooien dan? Of houd je echt wel bij deze en dan zien we wel? Of... Nee. Er zijn zeker plannen. BOPC is niet het laatste toernooi dat we Tuurlijk spelen. Niet, er komen nog een paar lange jaren aan. Vol hard aanvallen en goed en slecht voelen. We gaan hierna denk ik naar zal het Barcelona worden, EPT Barcelona, daarvoor komt nog EPT Wenen. Mm-hmm. Acht na EPT Wenen komen er nog de Master Classics in november. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk van plan van november tot januari eigenlijk naar Vegas te trekken. Om daar een paar maandjes echt hardcore te gaan grinden. En daartussendoor spelen we nog de Bahamas, de PCA. Het is een van de leukste toernooi van het jaar. Ik zal er ook naar uit. Ah, voilà. Ik zie er ook enorm naar uit om het ladies event. Vorig jaar was het al slecht weer, dus ik hoop dat dit jaar een beetje beter wordt. Nee. Het wordt fantastisch weer, laten we zo denken. Oké. Kijk, Christophe, ik wens jou heel veel succes hier op deze BOPC. Ik was Gael Garcia Diaz, hier in de Pokerstars Lounge. Ciao!